Hallo, ik ben Anke Manschot. Ik ben de schrijver van De Sprong op Normandië. Ik ben super blij dat mijn boek een jonge lijst is geworden en opnieuw een mooie omslag kreeg. Dit filmpje wordt gemaakt in het Amsterdamse Verzetsmuseum, waar ik als museumdocent werk. Mijn jeugdboek De Sprong op Normandië gaat ook over de Tweede Wereldoorlog. Het gaat over Dave, een jonge Amerikaanse parachutist die met zijn vrienden Joey en Tip meehelpt om Noord-Frankrijk te bevrijden en Zuid-Nederland, Eindhoven. Wat bezielt jongens van 18 jaar om zich vrijwillig op te geven voor levensgevaarlijk werk? Letterlijk in een oorlog te springen. Dat antwoord krijg je in mijn boek. De Tweede Wereldoorlog was de eerste oorlog waarin parachutisten meevochten. De Duitsers begonnen ermee. Waarom heb ik dit boek geschreven? Ik ben op vakantie in Normandië geweest, in Noord-Frankrijk, waar nog heel veel herinnert aan de Tweede Wereldoorlog en aan de bevrijders. Ik ben daar ook in een museum geweest voor Amerikaanse parachutisten. Zij zaten bij het legeronderdeel Airborne. Ik ben daar zo gefascineerd geraakt door de moed en de dapperheid van deze jongens. Zozeer dat ik er een jeugdboek over geschreven heb. Want dat bestond nog niet. Mijn boek is gebaseerd op waargebeurde verhalen van Amerikaanse soldaten. Als voorbereiding heb ik heel veel oorlogsboeken gelezen. Ik heb met soldaten en parachutisten van nu gesproken. En ik heb bij een schietvereniging geleerd om zelf te schieten. Ik wilde weten hoe dat voelt. Uit een vliegtuig springen durfde ik niet. Durven jullie dat wel? De Sprong op Normandië is geen jongensboek geworden, maar een boek voor jongens en meisjes. En misschien vinden jullie ouders het ook wel interessant. Ik wens jullie heel veel leesplezier.